Welkom bij Iedereen kan haken. We gaan vandaag deze leuke mollyflower haken. Ik heb verschillende mollyflowers uitgeprobeerd en ik heb ook gekeken hoe ik het makkelijkste iets uit kan leggen. En ik ga hem heel rustig uitleggen. Hij is gemaakt met een puffsteek en de magische ring. Die ga ik ook rustig uitleggen. Ik heb hem ook geprobeerd met een gewone opzet lossen en dat je dan insteekt, maar dan kijk, dan kom ik op zo'n molly ring uit. Dus de magische ring, ja, die werkt het mooiste met molly flower. Allereerst wil ik jullie hartelijk bedanken voor het kijken naar Iedereen kan haken. Het motiveert mij iedere keer om nieuwe steken uit te leggen en ook leuke dingen te bedenken. Dus de duimpjes omhoog, ja, dat is gewoon helemaal leuk en dat geeft ook aan hoeveel mensen het leuk vinden. En abonneren natuurlijk, dan krijg je automatisch de nieuwe steken. Ik ga heel rustig uitleggen wat je nodig hebt en dan kan iedereen deze mollyflower maken. Ja, je hebt nodig met restjes garen, kan je gewoon verschillende kleurtjes ook gebruiken. Kijk, je ziet dit is een andere kleur, ik weet niet of je het goed op de camera kan zien, dan deze mollyflower. Dus ja, het maakt ook niet uit of die groter of kleiner wordt, want je haakt ze daarna gewoon aan elkaar. Je hebt nodig roze wol, paars, lila en wit. Maar je kan natuurlijk alle kleurtjes gebruiken die je wil hebben. Een schaartje. Ik heb haaknaald nummer 6. En een stopnaald. En ik heb natuurlijk haaknaald nummer 6, omdat ik, ja, dit zijn allemaal restjes Saskia wol. En dit is vergelijkbaar met de Royal van de Zeeman. Maar het maakt niet uit hoor, wat je gaat, welke wol dat je gebruikt. Maar dit is dus met haaknaald nummer 6. En restjes eurobolletjes, zo noem ik het altijd maar. Gewoon goedkope bolletjes. En dan kan je gewoon een leuke versiering mee maken. Wat je wil. Dit kan ook een dekentje worden hoor, maar je kan dit ook op een tas versieren of een randje langs een deken. Ja, het zijn gewoon leuke bloemetjes. Dus we gaan beginnen. Ik leg even alles opzij, behalve de witte, want die gebruik je voor het middenstuk van de bloem. En dan ga ik even de magische ring uitleggen. Je legt het draadje, het uiteinde, klap je even zo tussen je duim, of tussen je pink, dit is mijn pink. Je houdt je vingers zo een beetje bij elkaar. Dan draai je je hand. En dan ga je hem nog een keer eromheen draaien. En dan hou je met je pink je draadje vast. Dan ga je onder die draad door en dan pak je de draad op. Je draait een beetje je haaknaald. Dan kan je al die lus vastpakken en dan kan je al je draad eromheen en een losse maken. Zie je, dan heb je een magische ring. En hierin ga je 12 vaste zetten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan trek je een beetje aan het koordje van de magische ring. 8, 9, 10, 11, 12. Dan ga je aan het koordje trekken, zodat je magische ring goed sluit. Mag je best stevig gaan trekken. Zie je, dan heb je een mooi rondje. Dan ga je dit sluiten
met een halve vaste in die eerste steek. Pak je schaar en je knipt de draad af en je trekt hem door. Kijk, dan heb je al het beginnetje gemaakt. Ik ga deze twee draadjes aan elkaar knopen en die haak ik dadelijk mee. Dus ik knoop ze met een platte knoop. En dan heb je meteen ja, die draadjes of die uiteinden dadelijk weggewerkt. Dan pak je het kleurtje waarmee je de molly wil gaan maken. Ik pak in dit geval deze roze. Dan maak je een opzetlus. Dan steek je door de eerste steek je haaknaald. En je zet je nieuwe garen op de haaknaald. En dan haal je hem erdoor. Dan ga je 3 losse haken. 1, 2, 3. Dan hou je alle 3 de touwtjes. Die hou je hierboven. Nou, alles rolt weer weg. Hier over dit randje ga je ze mee haken. En het is een puffsteek, dus je gaat nu 4 keer insteken in die eerste steek waar je ook je 3 losse hebt gedaan. Dus je slaat om, je steekt in en je haalt je draad op. En je houdt hem een beetje losjes. Je slaat om, je steekt in en je haalt je draad op. Dus 2 keer. Omslaan, insteken, draad ophalen. Dus 3 keer. Dan heb je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Omslaan, insteken, draad ophalen. Heb je het 4 keer gedaan. En je zorgt dat je deze draden meepakt. Dan pak je de volgende steek, weer omslaan. Dan pak je de volgende steek. Je haalt je draad op. En je zorgt weer dat je een beetje een puffsteek krijgt, hè? Dat je hem omhoog haalt. Dan weer omslaan en dan weer in die tweede steek insteken. Allemaal in dezelfde steek, dus 2 keer. Omslaan, insteken, draad ophalen, dus 3 keer. Omslaan, insteken, draad ophalen, dus 4 keer. Dan weer omslaan en dan haal je de draad door alle draden. Dan doe je omslaan en je zet vaste. En dan ga je hier beneden, hier, weer in diezelfde steek, daar ga je een vaste in zetten. Omslaan door 2. Dan heb je je eerste blaadje heb je klaar. Dan ga je weer omslaan. In de volgende steek doe je 4 keer je draad ophalen. Dus 1. Je trekt hem een beetje naar boven. 2. Omslaan, 3, omslaan, insteken, 4. Dan pak je de tweede opening, omslaan, insteken, draad ophalen, 1. Omslaan, insteken, draad ophalen, is 2. Omslaan, insteken, draad ophalen, is 3. Omslaan, insteken, draad ophalen, is 4. Zie je, dan heb je al weer een bloemetje. Omslaan door alle draden. Omslaan door 1. Dan ga je weer naar die opening en daar ga je een vaste zetten en die draadjes die laat je ertussen vallen. Dan trek je een beetje nog aan je draad, zo. En dan zet je hem vast met een halve vaste. Die draadjes die je mee hebt gehaakt, die laat je nu aan de achterkant van je werk liggen.
En nu ga je weer een beetje die puffsteek, dus een beetje omhoog trekken, omslaan. In de volgende steek, dan ga je 4 keer ophalen. 1, omslaan. 2, omslaan. 3, omslaan. 4. Omslaan. In de volgende steek insteken, draad ophalen, 1, omslaan, insteken, is 2, omslaan, insteken, is 3, omslaan, insteken, is 4, omslaan, en de draad erdoor, omslaan en vastzetten. Dan weer in die steek van die laatste draden, daar zet je een vaste, je haalt je draad op, omslaan door 2. En je hebt nu al 1, 2, 3 bloemblaadjes. Dan ga je weer een beetje je steek omhoog trekken, omslaan, draad ophalen, omslaan, draad ophalen, omslaan, draad ophalen, omslaan, draad ophalen. Dat doe je dan 4 keer. Dan ga je naar de volgende steek, omslaan, draad ophalen is 1, omslaan, draad ophalen is 2, omslaan, draad ophalen is 3, omslaan, in die steek is 4, omslaan, door alle draden, omslaan, en je zet hem vast met een vaste. Dan ga je in die steek weer. Die laatste steek, daar zet je een halve vaste in. En je hebt nu 1, 2, 3, 4 blaadjes. En het worden in totaal 6 blaadjes. Dus we gaan de volgende maken, een beetje lostrekken, omslaan, insteken, 1 keer, omslaan, insteken, 2 keer, omslaan, insteken, 3 keer, omslaan, insteken, dus 4 keer. Dan pak je de volgende, omslaan, insteken is 1, omslaan, insteken is 2, omslaan, insteken, omslaan, insteken is 4, omslaan door alle draden, omslaan door 1, dan insteken, doorhalen, omslaan door 2, dit is een vaste. Nu hebben we 1, 2, 3, 4, 5 blaadjes. We gaan nou de laatste doen. Een beetje omhoog trekken het lusje. Omslaan in de volgende steek. 1, omslaan. 2, omslaan, insteken is 3. Omslaan, insteken is 4. Dan pakken we de volgende steek, de laatste. Omslaan, insteken, 1. Omslaan, insteken is 2, omslaan, insteken 3, omslaan, insteken, en dat is, nou neem ik iets mee, is 4, die moet wel aan die kant blijven, omslaan door alle draden, omslaan en een vaste. Nu gaan we hem weer vastzetten in die stelde steek, omslaan en nog een keer met een vaste. En de puffsteek zit aan de achterkant, dus als je denkt hij ziet er niet mooi uit, maar je moet hem dus draaien. En nu ga ik even nog een afwerking maken, dus in die eerste steek waar het eerste blaadje zit, daar steek je in, je haalt je draad op en nog een keer, en dan trek je aan je draad, je pakt je schaar, knipt het af en je zet hem vast. Deze kan je afknippen, deze draadjes, want die heb je meegehaakt. Die knip je een beetje kort zo af. En die heb je dan meteen weggewerkt. En dan is dit je Molly Flower. Ik heb hem ook met de andere
ja, steken geprobeerd. Je kan hem ook met stokjes en zo maken, maar dat vond ik niet makkelijk. Ik vind dit het makkelijkste methode. Een beetje tellen, dus 4 lussen elke keer ophalen en dan in de volgende steek weer 4 lussen en dan zet je hem vast met een vaste. Je kan natuurlijk leuke versieringen ermee maken met de Molly Flower. En als je een beetje oefent, dan wordt dit je resultaat. Ik zou zeggen, dankjewel voor het kijken. Graag duim omhoog hieronder. Hieronder staat mijn foto. Graag abonneren. En dan krijg je automatisch alle nieuwe haaksteken of leuke dingen. En ik zou zeggen, tot de volgende video. Dankjewel voor het kijken.